verrassen. De gemeente en de woningbouwcorporatie feliciteren de huurder omdat ze de 400ste bewoner is die een energieadvies krijgt. Wat gebeurt hier vandaag? Vandaag wordt Ria geïnformeerd over de manier waarop zij energie kan besparen in huis. Dus wat zij zelf kan doen om energiebewust te zijn. Is dit een initiatief van de gemeente Utrecht? Ja, van de gemeente Utrecht, samen met de woningcorporaties van Utrecht. Wij zijn in september vorig jaar gestart met een campagne om huurders energiebewust te maken. Dat wil zeggen om hun met behulp van een advies te leren of te laten zien hoe je zelf in huis heel veel kan besparen. Heeft u nog wel gloeilampen of halogeenlampen in huis? Nee. U heeft allemaal spaarlampen en ledlampen? Led? Ja. Zijn de mensen zich bewust van hun energieverbruik? De meeste mensen niet. Een hele hoop mensen begrijpen eigenlijk dat het behoorlijk complex kan zijn. Dat een hele hoop factoren invloed op elkaar hebben. Nou, u heeft een sluitverbruik op deze stekkerdoos van 8,4. Omgerekend in per jaar is dat ongeveer zo'n 16 euro. 16, 17 euro aan sluitverbruik. Er zijn eigenlijk echt legio dingen waar wij eventueel naar kijken, waar je advies over kunnen uitbrengen. En bij de meeste mensen halen we, nou bijna iedereen halen we eigenlijk wel ongeveer zo'n 60, 70 euro besparing uit. En bij sommige gevallen echt etterlijke honderden euro's, maar dat zijn ook uitzonderingen. Dit is een thermometer. Deze is eigenlijk bedoeld om de koelkast mee af te stemmen. Ja. Maar dan kunt u het eventueel, als u hem mooi genoeg vindt, gewoon in de huiskamer zetten. Wat vond jij van al deze adviezen? Nou, ik heb er toch wel wat aan gehaald, want je denkt, je hebt energiezuinige apparaten, pas alles nieuw aangeschaft. En dan sta je er toch nog wel van te kijken dat je toch nog wel kunt besparen. Zoals achter de radiator, dat je dus daar nog folie achter kunt plaatsen. Dat je daar dus ook nog kunt mee besparen. Dus ja, je hebt er toch nog wel tips aan. En ik ben heel blij met de thermometer natuurlijk. Want ik wil graag weten hoe warm het hier in huis is. En of je dan inderdaad beter de verwarming aan kunt zetten. Of denken van nou, ik doe even een vestje aan. Ik vond het echt heel leerzaam. Wat vinden we allemaal in de energiebox? Als belangrijkste eigenlijk gewoon de radiatorfolie. Daar kunnen de mensen dus een aanzienlijke besparing mee bereiken. Er zit een ledlamp in, gewoon een energiezuinige lamp, die ongeveer een tiende gebruikt van een normale gloeilamp of halogeenlamp. Er zitten een aantal stekkerdozen in, eentje voor één apparaat. Die is bijvoorbeeld heel handig voor een magnetron. En deze voor eventueel de tv en de stereo en dat soort zaken. Er zit een tijdschakelaar in. Er zit een douchemaatje erin. En dan kan je dus mee je douchetijd proberen te beperken. Hoe tevreden zijn bewoners over dit project? We hebben een maand of zo geleden een enquête gehouden. En daar hebben iets van 100 mensen die zo'n advies hebben gehad. Hè, die hebben daar een vragenformulier voor ingevuld. En een van de dingen die daaruit blijkt is dat ze heel erg tevreden zijn over het advies. En ze geven het zelfs een rapportcijfer 8. En weet je, één van de mensen zei, god, als er nou meer dan een 10 was, kan ik dan een 11 geven? Nou, ik denk dat dat bewijst dat de huurders er heel erg blij mee zijn. En ook met die energiebox. Je ziet gewoon wat je kunt besparen in huis. En dat ik hoop dat er ook veel meer huurders ook zeggen van, nou, doe mij ook zo'n advies. Ja, nou, hartstikke fijn. U heel erg bedankt. Ja, en, dankjewel voor de tijd en voor de adviezen. Wilt u als huurder van een van de Utrechtse woningcorporaties ook een persoonlijk energieadvies? Dan kan dat via www.utrecht/energie.wonen.nl.